Voor de tweede keer waren zaterdag de poorten van Dierenpark Amersfoort 's avonds geopend voor de zomeravond. Deze keer bleef het de hele avond zo goed als droog en konden bezoekers eens zien wat er 's avonds allemaal in het dierenpark gebeurt. Zo kregen verschillende dieren in het park een avondsnack van hun verzorgers. De otters hadden niet veel zin om hun bed uit te komen voor een haringje, maar de bruine beren hadden wel een nat pak voor over om een vers visje te kunnen happen. Wij willen mensen ook op een andere manier het dierenpark laten zien. Dat doen we 3 keer per jaar. En dit is nu de zomeravonden. 3 zaterdagen achter elkaar. En dieren hebben toch een ander gedrag als overdag. En wat je dan ziet, dat de roofdieren die zijn wat sluiperiger, wat actiever en dergelijke. Alle andere dieren blijven ook later buiten of worden buiten gevoerd. En op die manier krijg je een heel ander diergedrag. En het is natuurlijk ook zo dat, ik noem bijvoorbeeld de grote groep bavianen, die gaan normaal om 6:30 naar binnen. En die gaan nu, krijgen die vanavond, omdat ze pas om 9:00 naar binnen gaan, een heel onderzoekend gedrag. Die zien allerlei dingen, die gaan ook graven en dergelijke, wat ze normaal heel weinig doen. Maar dan, en ze gaan ook in groepen over het eiland trekken. En allemaal dat soort dingen. En dan is er natuurlijk, er zijn nogal wat kinderactiviteiten. Er is muziek in het park en dergelijke. Nou, en dat alles bij elkaar, dat geeft een zomeravond. Op een andere manier als thuis achter de barbecue. Dat kun je overigens hier nu ook doen. Onder de luifel van parkrestaurant De Olifant kon er gebarbecued worden. Voor het echte zomerse gevoel zorgt een Caribische steelband die erg populair was onder de jongste bezoekers. De stal van Alexander, die kun je zien, daar is uitleg bij. Je kunt in de keuken van de chimpansees kijken. Je kunt achter de roofdieren kijken. Onze roofdieren zitten dan in grote ruime verblijven achter glas. Maar ze hebben gewoon een slaapkamer en die is wat kleiner. En daar zijn gewoon ouderwetse tralies. Want het heeft natuurlijk geen zin om achter bij de roofdieren een glasdeur neer te zetten. En dan mag je gewoon een kijkje nemen. Kun je vragen stellen aan de verzorger en aan de vrijwilligers. Dus gewoon een andere beleving. Voor bezoekers van het dino-park was er een bijzondere verrassing. Sommige dino's lijken echt tot leven te zijn gekomen. Wij hebben van een tentoonstelling in Groningen, daar is een dino-tentoonstelling geweest met allerlei bewegende dino's. En die hebben wij over kunnen nemen en nu ons dino-bos, daar zit behalve nu geluid, ook allerlei bewegingen in. Ik moet zeggen, dat is heel spannend. Grote verrassing voor iemand die voor het eerst in het dienerbos komt met de bewegende beest. Ja, want die hebben hem al gezien en dan is het toch wat statisch, ondanks alle educatie en bewegende. Maar nu in één keer staan ze echt met zwiepende staart en bek en bewegende klauwen. Is in één keer een hele andere belevenis. En ik heb dat verschillende keren al staan kijken. Als kleine kinderen die dan in één keer dan zeg maar dat wat ze nu gewend zijn. En dan denk ik, oei, hij beweegt. In de stad der oudheid stonden er rijen van kinderen die graag gesminkt wilden worden. Ook stoere jongens konden er tattoos laten zetten. Natuurlijk was er nog veel meer te zien op de zomeravond, maar we sluiten af met de gouden tip van Mario. Ik denk dat het toch wel bij de roofdieren is. De roofdieren dus, die kunnen zich, vooral met die temperatuur, die kunnen ze heerlijk letterlijk en vroeg om laten vallen. En dan ook in één keer worden ze geactiveerd door een vogel, een kraai, een hondje of net gelijk wat. En dan in één keer, wat je noemt tijgersluiphouding. En dat is toch heel leuk om net te kijken. Ze reageren niet veel op mensen, maar met name dan hun eigen activiteit is toch wat groter. Op zaterdag 9 augustus zal de laatste zomeravond in het dierenpark plaatsvinden.